Goedemorgen lieve kijkers, het is vrijdagochtend en ik heb een beetje een bijzondere dag vandaag. Ik ga eerst naar de praktijk, daarna ga ik naar Groningen. Zo, ik ben nu in Groningen en dan ga ik naar een symposium over preverbale logopedie. Dat is de opleiding logopedie. Allemaal op een rijtje. Kunnen we iemand als zaakje met zo'n staat van dienst niet een bepaalde eer geven om dat woordje weer te gebruiken? En welke eer? Dat is aan het bestuur van de Nederlands Vereniging van Logopedie en Foniatrie. Namens de NVLF vind ik het ontzettend fijn om hier te mogen zijn. Je pionierswerk, je onderzoek, het over de grenzen gaan en niet alleen letterlijk hè, in Europa, maar ook ten aanzien van je werkzaamheden. Een boek uitgegeven, gepromoveerd als eerste groep logopedisten in 2010. De Branko van Danzigprijs ontvangen in 2011. Ik denk dat het een prachtige weg is die we met jou hebben mogen gaan. We hebben een brief gekregen en daarin stond dus, kan de NVLF, kunnen wij als vereniging, kunnen wij dankjewel zeggen tegen Saakje. Er zijn verschillende mogelijkheden. En eigenlijk waren we er binnen, binnen 2 minuten uit. Het was gewoon unaniem. Dat werd gezegd van, ja, dit zijn mensen die zo belangrijk zijn. Die zo kwaliteit brengen in ons vak. Eigenlijk vonden we allemaal dat er maar één manier was om jou te bedanken. Dat mogen wij niet als bestuur. Daar hebben we de ledenraad voor nodig. Want de ledenraad die geeft uiteindelijk aan of die beslissing, dat voorstel wat wij hadden gedaan, of dat inderdaad mocht. En bij deze, Bouke zei tegen mij, jij moet zeggen, en ik luister naar Bouke, jij moet zeggen, het heeft het bestuur behaagd. Dus bij deze, het heeft het bestuur van de NVLF behaagd om jou tot erelid van de vereniging te maken. Lieve zaken, namens de VWC. Ja. We zijn niet Mieke, helemaal. Mieke, jij bent ook van de VWC. Ja, we zijn niet helemaal compleet. Nee. We willen jou heel hartelijk bedanken voor jouw inzet, motivatie, inspiratie. Ja, en heel veel. Collegialiteit. Wij hebben een cadeau uitgezocht wat wij passend vonden bij hoe jij logopedie, pre-logopedie. Je maakt me nieuwsgierig. Ja, precies. En we hebben ook nog een deel in het fonds. Ja. Wat fijn. Ja, ja, dus bij deze. Hartelijk. Dankjewel. Pam, pam, pam. Wow. Staat de titel erop? Ja. De titel gaat het ook. Nee, dat is geweldig. Mooi. Fijn. Dankjewel. Alsjeblieft. Vast wel in een opgeruimd huis. Ja, precies. Ja. Eerst ik ga jullie allemaal even persoonlijk bedanken, maar dan moet ik het doen. Jij. Heel erg bedankt. We zijn vandaag geweest bij het symposium preverbale logopedie in Noord-Nederland voor het afscheid van Saakje da Costa. En het was een geweldig leuk symposium.